Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag laat ik een kerstkaart zien. Ik heb al één voorbeeld een beetje gemaakt. Uh, dit is het uiteindelijk geworden. Ik heb gebruik gemaakt van de alcohol glitter inkt van de Action uh, zonder om dat in de kast te laten staan, het is best leuk spul, uh, hoewel het natuurlijk niet uh, uh, vergelijkbaar is met de alcohol ink, bijvoorbeeld van de Range die is ook veel duurder uh, mag je misschien ook niet helemaal vergelijken appels met peren vergelijken, zeg ik wel eens, maar toch, uh, ik heb het wel eens gedaan, ik heb er ook een video over gemaakt, wat ik ervan vond de glitter alcohol inkt van de Action nou, ik heb uh, voor deze kaart 2 kleuren inkt gebruikt. Uh, de groene tinten heb ik gebruikt, appelgroen en de olijfgroen. Olijfgroen is een hele donkere, moet je flink verdunnen met uh, met alcohol om hem wat ja wat uh, transparanter te maken. Uh, de appelgroen, toch wel een hele mooie kleur om samen te gebruiken. Uh, dit is uiteindelijk het oplegkaartje geworden. Ik heb hem ver... Verlijmt op een basiskaart. Ik kom straks op het oprecht kaartje terug hoe ik dat heb gemaakt. Uh, als basiskaart heb ik gebruik gemaakt van dit soort uh, blokken. Uh, dit zijn gewoon die kaartblokken, die kun je kopen bij de Action, liggen bij de kerstpullen. Uh, dit is een blok van dit jaar. En uh, ik heb meerdere soorten uh, meegenomen. 15 bij 15 centimeter als je de kaart gaat vouwen. Uh, net iets groter, dus als de standaard 13,5, 13,5. Uh, ja, misschien dat je daar nog uh, speciale enveloppen voor bij moet kopen. Uh, ik moet zeggen, uh, ik heb ze wel. Ik heb een hele pak nog met allemaal uh, enveloppen. Uh, die net wat groter zijn dan de standaard uh, enveloppen van 13,5 bij 13,5. Um, dan krijg je enveloppen van 14 uh, bij 14 centimeter. Uh, dit ka deze kaarten worden dus 15 bij 15 centimeter als je ze gevouwen hebt. Um, ik vond het heel leuk om uh, dit als basiskaart te gebruiken. Ik heb namelijk gebruik gemaakt van acetaat, oftewel mica vellen. Uh, dat is een plastic. Ik heb gebruik gemaakt van een heat resistant uh, acetate. Um, transparante vellen die tegen warmte kunnen. Wel voorzichtig blijven. Het blijft natuurlijk wel plastic. Uh, maar je kunt dit dus gaan drogen met een heat tool. En uh, je zou dit ook nog kunnen gaan embossen met een embossing poeder. Um, ja, ik heb het gekocht omdat ik daar nog veel meer ideeën mee heb. Maar ik heb dit dus ook gebruikt om uh, een oplegkaartje mee te maken voor uh, de alcohol-ink kaarten. En uh, dit is dus. Dat oplegkaartje uh, geworden. Ik heb er ook wat op gestempeld. Ik heb de nieuwe stempel van uh, Studio Light gebruikt. Uh, die prachtige auto, ik vind hem super gaaf. Uh, wat achtergrond uh, sneeuwvlokjes: sterretjes. Nou, ontzettend leuk om, uh, om te gebruiken voor de kerstkaarten. Ik ga hem zeker nog vaker gebruiken. Uh, ik heb ook nieuwe uh, teksten erbij gekocht. Uh, ik had een hele oude tekst uh, van Studioluid. Dat was echt mijn favoriet. Maar uh, er zijn mooie nieuwe teksten uit. Dus ik heb toch maar nieuwe teksten gekocht. Uh, mooie Nederlandse teksten. Ik vind dat heel mooi in ieder geval. Uh, ben jij meer van de Engelse teksten? Moet je dat natuurlijk vooral doen. Ik heb nog meer teksten uh, gekocht maar voor deze kaart heb ik uh, gebruik gemaakt van uh, van deze tekst. Alles wat ik vandaag gebruikt heb ga ik wel vermelden onder in de beschrijving van deze video. Dus dit oplegkaartje die heb ik gemaakt met de twee kleuren uh, glitter alcohol ink van de Action. Nou, natuurlijk moest ik dat ook nog even gaan proberen op vellum uh, ook velum is uh, uh, niet poreus, dus daar kun je ook met alcohol in op werken. Nu moet ik zeggen, ik had vrij dun velum en uh, het is een beetje, ja, je ziet het, het is dus niet mooi recht geworden. Ik denk dat ik hem nog wel even kan, uh, kan strijken. Voorzichtig tussen twee uh, theedoeken in. En dan wordt het wel weer mooi uh, recht. Niet te warm strijken overigens. Uh, dan kan het velm nog meer gaan uh, bobbelen. Dus wees daar voorzichtig mee. Maar ik ga deze natuurlijk ook uh, graag verwerken op een kaart zonder hem weg te uh, gooien. Ook hier heb ik weer gebruik gemaakt van uh, de glitter alcohol inkt. Van de Action. Alleen nu heb ik uh, niet heel erg goed geschud. En heb ik de inkt ook uh, gewoon uit het flesje direct gebruikt. Zonder dat al die glitters erin zitten. En ook hier heb ik die prachtige auto weer uh, gestempeld. Ik heb wat van die sterretjes in de achtergrond uh, gestempeld. En ook deze ga ik verwerken uh, op een kaart. Nou, dan nou heb ik nog een hele mooie gemaakt. En deze heb ik gemaakt. Uh, ook op dat acetaat, op dat mica, dat plastic. Uh, en ik heb hier gebruik gemaakt van uh, de Ranger alcohol inkten. En ik heb ze hier nog staan. Ik heb de bottle gebruikt. Ik ga alles wel vermelden hoor. Onder in de beschrijving van deze video kun je het allemaal terugvinden. Ik heb hier de bottle gebruikt en de red pepper. Uh, flink verdund met, uh, met alcohol, zodat het allemaal mooi ging lopen. Uh, ik heb er ook nog een alcohol pearl ink bij doorgedaan, de sublime. Uh, een beetje een lichte kleur uh, groen, maar het past wel heel mooi bij die donkergroene en dat rode. En wat heb ik nog meer gebruikt? Ik heb een mixative gebruikt. Uh, mixative is eigenlijk ook een alcohol inkt. Er zit alleen een mica in. Uh, de Mixative inkten uh, moet jij ook heel goed schudden. Er zitten ook van die balletjes in. En dat moet je echt heel goed schudden uh, uh, om het te vermengen. En ik heb hier de Gouden. Je hebt heel veel verschillende kleuren. Ik heb ook wel een brons, ik heb een zilver. Maar ik wilde hier de traditionele uh, kerstkleuren uh, gebruiken, dus rood, groen en goud. Dat zijn toch eigenlijk mijn favorieten. De kleuren voor de kerst. Uh, nu moet ik zeggen, en uh, dat is best wel. Uh, eigenlijk is deze uh, achtergrond een beetje mislukt, maar achteraf is die prachtig geworden. En dat kwam. Uh, de mixertip wou er niet goed uit. En ik kneep een beetje in het flesje en er kwam een hele grote blob inkt eigenlijk uit. En uh, ik heb het gelijk een beetje verdund met uh, blending solutions. Ik heb het uh, met een een blazer, heb ik het wat uitgeblazen. Ik heb vervolgens toch nog weer wat van die rode inkt erin gedaan, die groene inkt erin gedaan. Ik heb nog een beetje uh, van die pearl inkt erin gedaan en om nog een beetje glitter uh, erop te krijgen, heb ik nog wat van die action uh, alcohol inkt erbij overheen laten druppelen. Dus die mixer tiff, dat ging me echt fout, maar daardoor is er wel een hele aparte achtergrond uh, ontstaan. En doordat jij op uh, acetaat werkt, op mica vellen, uh, dat blijft dus doorzichtig. Die alcohol inkt, dat, uh, uh, dat is niet, uh, dat, daar kun je doorheen kijken. En uh, daar maak je gewoon gebruik van. En als je deze dus op die achtergrond uh, doet, ja ik vind het gewoon een heel mooi Resultaat geven natuurlijk, als jij dat niet mooi vindt, kun je gewoon een even kleur achtergrond gebruiken. Kan allemaal prima. Uh, ik ga dat niet doen. Ik ga leuk van die uh, ja van deze achtergronden gebruiken. En uh, het is helemaal niet moeilijk om die kaarten te maken. Ik laat eerst even zien hoe je zo'n achtergrond nou heel gemakkelijk kunt maken. Ik heb een stukje van dat acetaat heb ik op maat gesneden. Uh, mijn kaart is 15 bij 15 centimeter als die dubbel gevouwen is en ik heb het een halve centimeter kleiner gesneden, dus 14,5 bij 14,5 is mijn oplegkaartje van. Acetaat. Ik heb er even een, uh, een keukenpapiertje onder gelegd. Jullie zien, hij is al flink gebruikt. Ik heb ook mijn oude krafmat er even nog bij overheen gelegd. Je moet namelijk oppassen met alcohol inkt. Uh, krijg je dat op je krafmat, dan krijg je het bijna niet meer schoon. En uh, wees daar dus even voorzichtig mee. Zorg ervoor dat jouw uh, ondergrond goed afgedekt is. Nou, ik heb hier uh, alcohol in een sprayflesje. Ik ga wat alcohol sprayen. Uh, ga jij werken met alcoholinkt? Zorg er dan voor dat de ruimte waar jij in zit uh, goed geventileerd is. Ga niet in een ruimte zitten uh, die heel klein is, waar de deur niet van open kan, waar je geen raam open kunt doen. Uh, je hebt te maken met alcoholdampen. Uh, niet zo heel goed voor je gezondheid. Dus pas even een beetje op wat je doet. Nou, ik ga wat van die alcohol inkt gebruiken van de Action. Ik wil jullie gewoon laten zien dat ook die alcohol inkt van de Action. Ik ga toch even handschoenen erbij aantrekken. Ik had ze al klaargelegd. Ik vergeet ze bijna. Uh, heb je alcohol inkt aan je handen, dan krijg je het ook bijna niet meer schoon. Dus voor de zekerheid, even een paar handschoentjes aan. Om je handen te beschermen, nou, ik druppel wat van die inkt op het mica en ik heb ook uh, van deze druppelaatjes bij de hand. Uh, mijn ervaring met deze flesjes is: ik heb er een aantal daar, uh, zijn de druppelaars van stuk, die, uh, die doen het gewoon niet meer. En uh, ja, ik vind dat wel jammer. Maar je kunt ook prima van dit soort uh, pipetjes gebruiken om de alcoholinkt uit het flesje te krijgen. Ik ga nog een klein beetje nat sprayen met de alcohol. En nu ga ik het een beetje laten lopen. En ik plak dit blaasstoeltje erbij. Deze is van uh, Crash. Je kunt hem ook van de range kopen. Dan is hij gelijk een stuk duurder. Dus pas op met je werkvlak. Ik laat hem een beetje lopen. Nou, en op deze manier bewerk je je achtergrond net zolang tot jij tevreden bent. Je kunt net zolang alcohol in gaan toevoegen tot jij zegt van en nu is het goed. Uh, je kunt gaan verdunnen met uh, de alcohol. Je kunt een blending solution gaan gebruiken. Het is een techniek die ik al vaker heb laten zien. Uh, ik heb hem dus nu niet op Jupol gebruikt, iets wat ik normaal gebruik met alcohol in, maar ik uh, gebruik dus hier een acetaat. Ik laat het drogen. Ik moet wel zeggen, de alcohol inkt van de Action heeft een veel langere droogtijd dan die van de Ranger. Uh, Ranger uh, alcohol is eigenlijk zo droog. Ik zit nog even te kijken. Ik ga er toch nog even de Pul alcohol bij doen. Het is eigenlijk een gewone alcohol inkt, Alleen daar zit een parelmoer in. En uh, daar krijg je ook weer ontzettende leuke effecten mee. Nou, ik ga gewoon even heerlijk spelen. Het kan nog. Het is nog lang niet droog, dus je kunt alle kanten er nog mee op. Dat is wel het voordeel van de alcohol ink van de Action. Uh, het is gewoon veel langer nat, dus je hebt veel langer de tijd om mooie patroontjes te gaan maken. Nou, ik ga hier niets meer aan doen. Ik ga het laten drogen. Je kunt het gaan uh, drogen met een heat tool. Ik heb uh, heat resistant uh, acetaat gebruikt. Dus het kan tegen de warmte van een heat tool. Maar ik laat het gewoon aan de lucht drogen. Ik pak het hele setje pak ik op. Ik leg het naast mij neer. En uh, dan kan het rustig aan de lucht gaan drogen. Nou, iets wat ik nu nog wil doen, en daar heb ik even de andere achtergrond voor gepakt. Ik wil die prachtige auto, die wil ik nog gaan stempelen. Nou, stempelen op acetaat, stempelen op uh, uh, vellen dat kun je eigenlijk uh, het beste doen met stazon, maar ook de archival inkt kun je daar prima voor gebruiken. Uh, ik stempel meestal met stazon, maar het is eigenlijk ook maar net wat ik bij me heb staan. Ik heb de archival inkt nu bij me staan. Uh, het kan allemaal. De stazon die droogt net iets sneller dan, uh, dan de archival. Maar als je een beetje voorzichtig bent, het een beetje met rust laat en ik werk dus op die heat resistant, dus je kunt ook rustig het gaan drogen met een heat tool. Nou, ik bestempel, beinkt de stempel heel goed. Ik gebruik een stempelhulp, dus mocht ik niet in één keer heel goed stempelen, dan kan ik het altijd nog weer overdoen. Geef ook vooral even de stempel de kans om op het papier of in dit geval het plastic te komen. Druk even stevig aan, geven dus even de tijd. Het heeft nog niet mooi afgedrukt, dus we gaan dit gewoon nog een keertje weer doen. En dat is het grote voordeel van een stempelhulp. En als je nou de stempelhulp die ik hier heb van Tim Holtz, of je hebt hem van een ander merk, uh, ik heb ze ook bij de Action zien liggen. Ik weet niet of ze nog te koop zijn, maar ik weet dat ze ze wel hebben gehad. Maar je hebt ze van verschillende merken uh, te koop. Wat je ook altijd even kunt doen. Ik pak dan meestal even een potje. Dan geef je net iets meer druk. Uh, zeker als je net als ik uh, een beetje problemen hebt met je handen. Wil het meestal op deze manier kun je net iets meer egale druk geven. Nou, hij is nog niet helemaal mooi afgedrukt. Ik ga hem nog één keer doen, um, hij hoeft ook niet perfect afgedrukt te worden. Het is ook een beetje een krunsachtige auto. Dus hij is ook niet super uh, strak. En dat vind ik juist het mooie aan deze stempel. Ik vind hem echt super gaaf. Ik ga deze ook echt nog wel vaker gebruiken in andere projecten. Ik moet nog heel veel kerstkaarten maken. Nou, gaan we eens even kijken hoe het nu geworden is. Een klein beetje daar. Nou, ik vind hem... Prima zo. Ik ga hier niets meer aan doen. Ik ga mijn stempel schoonmaken. Dat doe ik met mijn zeempje. Je hebt ook uh, van dit soort doekjes te koop. Maar ik gebruik een stempel. Shammy heet dat, geloof ik. Uh, ik gebruik gewoon een zeem. Die heb ik in stukjes geknipt. Dit is gewoon een goedkope zeem van, uh, van de zeeman. Ik bewaar hem in dit bakje. Er zit een luchtgaatje in. Uh, hij is een klein beetje vochtig. Hij blijft ook heel lang vochtig. Maar uh, hij is niet echt heel erg nat. En je kunt hier prima je stempel mee schoonmaken. Ik wil nog wat van die sterrenlucht gaan stempelen. Dus ik ga mijn magneetjes even een beetje anders leggen. Gebruik gewoon dezelfde inkt, dus die archival inkt. Ik pak heel eenvoudig mijn stempel op. Terwijl jullie misschien op de achtergrond allemaal geluiden horen: uh, onze buren zijn flink aan het, uh, flink aan het verbouwen. En uh, volgens mij zijn ze steenstrips aan het verwijderen in hun uh, woonkamer. Uh, kan ik mij voorstellen, um, dat was vroeger, <laughs> tegenwoordig is dat niet meer zo in de mode. Dus ik kan mij voorstellen dat ze zoiets hebben van uh, weg ermee. Nou, die sterretjes, uh, wat ervan komt, dat komt ervan. Het hoeft allemaal niet perfect te zijn. Deze even weer schoonmaken, het is nu echt een kwestie van even laten drogen. Je ziet hoe prachtig die auto is! Ik vind hem echt super gaaf. Ik ga wel linkjes plaatsen van alle materialen die ik gebruikt heb vandaag. Nou, dit kan aan de kant, dit kan even drogen, en dan kunnen we ons oplegkaartje gaan bevestigen op een basiskaart. Nou en als alles droog is, dan wil je natuurlijk dit oplegkaartje gaan verlijmen op de basiskaart. Nou zou je dit helemaal van lijm gaan voorzien, dat blijf je zien. Het is doorzichtig, het blijft doorzichtig. Nou uh, mijn manier om dit op te lossen is om voorzichtig even het achtergrondje om te draaien. Ik pak gewoon mijn takkie kloe. Uh, je kunt allerlei lijmsoorten gebruiken. Ik doe gewoon een dotje lijm. Op de achterzijde, ik doe vier dotjes, dus in elke hoek doe ik een dotje lijm, ik pak het achtergrondje op, ik leg hem op de plek waar die moet komen. Nou, de takkie kloe die droogt uh, doorzichtig op. Uh, het is nu nog wit, maar als het straks helemaal droog is, dan uh, is hij uh, doorzichtig. Maar toch blijf je het een beetje zien. Terwijl ik even een beetje aan het rechtleggen ben. Het kan nu nog, het is nu nog niet droog. Nou, even stevig aandrukken. Dit gaat zo prima. Uh, die dotjes lijm, die blijf je zien. Nou, hoe kun je dat oplossen? Uh, plakpareltjes. Dat is wat ik altijd doe. Ik uh, pak gewoon een plakpareltje, die plak ik op dat puntje waar die dort met lijm zit, en dan zie je eigenlijk het hele lijmdruppeltje niet weer. Uh, het is dan mooi verstopt. Uh, je hebt vast wel plakpareltjes, deze zijn toevallig van Peppermania, had ik nog liggen. Een hele handige tool om te gebruiken is deze pen van Joycraft. Er zit een plakkerige punt aan, daarmee pak jij heel eenvoudig de plakpareltjes op. Terwijl mijn puntje even niet doet wat ik wil. Je pakt hem op. Je zet hem op het plekje waar je hem hebben wil. En je zet heel eenvoudig het pareltje vast. Dus je pakt het pareltje op. En mijn puntje is er aan, zie ik wel. <laughs> ik heb daar nog reservepunten bij. Je kunt daar punten bij kopen. Deze punt is al wat ouder. Op een gegeven moment dan gaat die plak er een beetje af. En dan kun je nieuwe puntjes erop zetten. Die kun je er gewoon bij kopen. Maar het is een heel handig hulpmiddel om jouw pareltjes op te pakken. Terwijl die nu echt, echt eraan is. Nou, dan doen we hem even op de ouderwetse manier. Ik moet echt even een nieuwe punt aanzetten. Maar het is een heel handig hulpmiddeltje. En op deze manier ga je dus die dotjes met lijm ga jij verstoppen. Je ziet er gewoon niets meer van. En uh, ik heb op deze manier een hele aparte kerstkaart gemaakt. Ik weet zeker dat er niet zo niet veel van zijn. Dus uh, ga lekker aan de slag. Alcohol inkt op. Uh, acetaat, mica vellen. Ik heb nu heat resistant gebruikt, maar dat hoeft niet. Je kunt ook gewone acetaat gebruiken. Uh, Dan kun je alleen niet gaan uh, verwarmen met een heat tool. Uh, hoeft ook niet. Je kunt het ook rustig aan de lucht laten drogen. Uh, alcohol ink, dat zal zich heel mooi gaan verspreiden. Het blijft transparant en daar kun je dus mee gaan werken. Vind je dat niet mooi om een uh, basiskaarten gebruiken die voorzien is van een patroontje kun je natuurlijk ook altijd een even basiskaart uh, gebruiken maar ik vind het net wat een beetje extra geven plus deze zijn aan de binnenzijde mooi wit dus uh, je kunt daar prima jouw tekst in schrijven een tekst in stempelen en uh, op deze manier heb je gewoon hele leuke kerstkaarten gemaakt ik ga die van film ga ik ook nog even afmaken uh, aan het einde van de video zie je alle foto's terug, maar een hele gemakkelijke manier dus om jouw kerstkaarten op deze manier te maken. Je maakt gebruik van de alcohol ink van de Action of je gebruikt die van de Ranger of een ander merk. Maakt allemaal niet uit. Het principe blijft hetzelfde. Leuke kaarten maken op acetaat. En uh, ja, ik hoop dat jullie dit een leuk idee vonden. Vond je dit een leuk idee? Geef eens een duimpje omhoog en heb je vragen, stel ze mij gewoon. Ik heb meerdere video's gemaakt over alcohol inkt. Ik heb daar ook een afspeellijst van. Uh, aan het eind van deze video zal ik die afspeellijst uh, plaatsen. Uh, dan kun je alle video's eens rustig bekijken die ik gemaakt heb over alcohol inkt. Uh, Het is niet moeilijk werken met alcohol inkt. het is hartstikke leuk. Zorg wel dat je in een goed geventileerde ruimte zit uh, vanwege de dampen. Uh, moet ik wel bij zeggen: die alcohol inkt van de Action die ruikt uh, veel minder erg dan de uh, alcohol inkt van de Ranger. Uh, ik vermoed dat er ook veel minder alcohol in zit. Het is ook echt andere eens. Maar goed, maakt niet uit, het is hartstikke leuk om mee te werken. Ik hoop dat ik uh, ja, jullie weer een ideetje heb aangedragen om kerstkaarten te maken. En uh, ja dan zie ik jullie terug bij een volgende video. Wat het dan weer gaat worden, geen idee. Het zal een koffiebreak video gaan worden of helemaal wat anders. We zien het wel. Uh, voor nu dank ik jullie allemaal voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie snel terug bij een volgende video. Dankjewel voor het kijken en graag. Tot snel. Doeg!